Over het algemeen bouw ik interactieve installaties. En interactieve installaties, wat eigenlijk precies is, is dat installaties reageren op aanwezigheid van publiek. In deze zin, gewoon met die laserinstallatie die ik aan het bouwen ben, dat als jij gewoon in die installatie staat bijvoorbeeld, dat die installatie op jou reageert. Hoe kom ik op zo'n idee? Ja, god, dat kan gebeuren op de fiets of als je gewoon ligt te slapen of zo, dat je een droom hebt gehad of zo. Maar uiteindelijk is het vaak gewoon meer uit een soort kinderlijke fantasie, gewoon dingen die ik heel vet vind, gewoon een soort niet bestaande wereld die ik eigenlijk zou graag willen ervaren of creëren. Dus al mijn werken gaan wel over een soort dingen die... Die in science fiction tegenkomt of zo, waarvan veel mensen denken van ja, maar dat bestaat niet of dat kan niet of zo. Daar vind ik een soort uitdaging om daar iets mee te doen. Mijn volgende plan is een beetje om te gaan kijken naar een virtuele DJ booth. Dat is ook een project wat met holografie en laser werkt. En het idee is dus als je gewoon dat object of die draaitafel, die platenspeler dus, aanraakt, dus een spin geeft aan de plaat, dat hij dan ook gaat draaien. Dus of het een gewone plaatspeler is? Dus eigenlijk gewoon ook weer eigenlijk gewoon een soort holografisch project. Gewoon een soort niet bestaand iets, maar toch werkend.